De relatie met onszelf is de meest belangrijke relatie die we kunnen aangaan. En het is de relatie die ons zekerheid biedt. Het is de relatie die ons gelukkig maakt en onvoorwaardelijk is tot de dood. Dit zei hoofdinspecteur Rachel Deekman, die in de hoedanigheid van psychosociale hulpverlener sprak tijdens de openbare discussieavond van afgelopen vrijdag met als titel Relatieproblemen, oorzaak en gevolg in Gurungjari. De avond bestond uit een presentatie, gevolgd door een discussie geleid door panelleden Rachel Deekman, Sila Kisunsing en Monique Vos. Deze lezing is georganiseerd door het jongerenbestuur van de Nationale Partij Suriname NPS en was bedoeld om bewustwording te creëren over de problemen die zich voordoen in liefdesrelaties en de gevolgen die daaraan gekoppeld zijn. Deekman stelt dat elke relatie begint met het hebben van een bagage aan zelfliefde. De relatie met anderen helpt ons in verbinding te blijven, niet alleen met onszelf, maar ook met de anderen. Maar meer nog, het helpt ons met onze levenslessen. Als je niet in contact bent met jezelf, heb je lege liefdesvaten. Weet je nog? Ik heb verder in de presentatie heb ik het gehad over liefdesvaten. Lege liefdesvaten. Deze stellen aan je levenspartner. Aan die partner met wie je een liefdesrelatie hebt. Onbegrip staat overeind. Je raakt uitgekeken op elkaar. Terwijl dat zo is, blijf jij je best doen om die relatie te redden. Ik herhaal, met je lege liefdesvaten en het stellen van zoveel eisen, blijf je je sterk maken om die relatie te redden. In plaats van te onderkennen wat het probleem is binnen die relatie. Zie daar de oorzaken. De discussieavond werd afgesloten met een vragenronde waarbij genodigden in de gelegenheid werden gesteld vragen te stellen aan de deskundigen.